Zijlijn Sport. Vandaag het duel tussen Blauwgeel 38, Jumbo en Jong Vitesse. Blauwgeel als promovendus vorige week gestart met een 3-2 nederlaag in en tegen Dongen. Jong Vitesse gedegradeerd uit de tweede divisie en wil zo snel mogelijk weer terug naar die tweede divisie. Het won vorige week in eigen huis met liefst 5-0 van HSC uit Haaksbergen. De opstellingen van beide teams. Als eerste gastheer Blauwgeel 38. Op doel Brahim Zari. De achterhoede met Edwin Huibers, Desley Schilders, Martijn van Loon en Erik van Loon. Het middenveld met Sirkan Ordu, Mark Dobbelsteen en Sander Egmond. En voorin Alexander Mols, Joey Helsten en Sjaak Egmond. Op de bank zaten Mark Westerlaken, Sam Strijbos, Danny Verbakel, Emiel van der Zande en Michiel Merks. Het elftal van Jong Vitesse. Met daarin de opvallende namen van de nummer 3 Gino Bos. Zoon van coach van Borussia Dortmund, Peter Bos. Verder voor Blauwgeel en omgeving onbekende namen, maar wel een gevaarlijk jong team. Op de bank zat nog Quincy Kluivert, zoon van Patrick Kluivert. Die bij Vitesse in de Jong Vitesse elftal dus speelt. Zo'n 500 toeschouwers op het Prins Willem-Alexander Sportpark zagen dat Blauwgeel de aftrap mocht verrichten van scheidsrechter Pol. En Blauwgeel dat probeert evenals vorig seizoen natuurlijk aanvallend voetbal te spelen. Ook tegen deze ploeg als een Jong Vitesse. Hier moet Jong Vitesse al aan de bak. Maar Jong Vitesse dat heeft natuurlijk kwaliteiten in huis. En het zocht veelvuldig dan ook de aanval. Hier is het Edwin Huibers die een corner weg moet geven aan Jong Vitesse. Kort genomen die corner. Bal gaat richting eindstrafgebied en die bal gaat voorlangs bij Brahim Zari. Eerste dreiging van de gasten. Vitesse dat combineerde makkelijk. Hier een schot dat nog vrij ver langs het doel van Brahim Zari ging. Blauwgeel had het lastig, want daar waar Blauwgeel vorig jaar vroeg druk zette op de tegenstander, deed Jong Vitesse dat nu richting Blauwgeel. Hier een diepe bal op Alexander Mols, maar zijn inzet is te slecht om de doelman te verschalken. Combinatie Edwin Huibers en Alexander Mols. Bal naar Joey Helsten, maar Sander Egmond kan die bal niet onder controle krijgen. Dan een hele slechte uitgooi van de Jong Vitesse doelman. Mark Dobbelsteen pikt die bal op. Krijgt hem terug via Sander Egmond. En nadat hij eerst de doelman nog raakt, omzeilt hij de tweede keer de doelman wel. Kreeg de bal weer prima voor zijn voeten en rond beheerst af. Het is de 10e minuut als Blauwgeel dus een voorsprong neemt. Na een grote fout eigenlijk van de Vitesse doelman. Het was een verdediger overigens die de bal in eerste instantie blokte. En de doelman lag al op de grond en was dus makkelijk te omzeilen. Blauwgeel wilde natuurlijk door. Hier een diepe bal op Alexander Mols. Die legt hem af op Joey Helsen. Die had misschien mee teen moeten uithalen. Wilde de andere verdediger nog voorbij en kwam toen handelingssnelheid tekort. Jong Vitesse weer. Achter Martijn van Loon langs. Doelman Brahim Zari redt. En het is Sander Egmond die wegruimt. Maar Jong Vitesse zou dwingender gaan worden. Het zou meer druk gaan uitoefenen op Blauwgeel. En Blauwgeel kreeg het vanaf de 20e minuut eigenlijk zwaarder. Diepe bal. Die komt voor en uit de rug van Sjaak Egmond is het Aniel Merkan die wegloopt. En die een voorzet eigenlijk op maat binnen kan tikken. Heel makkelijk gevoetbald van de Arnhemmers. Ja, dit was een intikkertje en hij verzuimt ook niet om het goed af te ronden. Sirkan Ordu op Erik van Loon. Die paas is niet goed en dan komt Vitesse er razendsnel uit.
Bal gaat naar de flank. Speler trekt naar binnen. En blauw-geel heeft hier geluk dat het vizier veel te hoog stond afgesteld. Want anders had het zomaar 2-1 al voor de gasten kunnen zijn. En die gingen door. Hier kan hij wel erg lang draaien en keren. Bal gaat weer naar de flank. Voorzet bij de tweede paal. Maar Edwin Huybers zit er goed genoeg bij. En de bal wordt langsgekopt door Bo van Essen. Maar blauw-geel moest terug. Het kwam eigenlijk niet of nauwelijks nog van de eigen helft af. En stond eigenlijk zwaar onder druk. Hier een afstandsschot van Gino Bos. Wat een kegel. En de bal spat letterlijk en figuurlijk op de kruising uiteen. Het blijft 1-1 voor blauw-geel in het duel dus met Jong Vitesse. Jong Vitesse dat de duimschroeven nog strakker zou gaan aandraaien in die tweede helft. Het is hier de 49ste minuut als een aanval van de flank komt. De bal wordt niet goed weggewerkt. Wordt van richting veranderd. Brahim Zari lag al in de hoek waar hij de bal verwachtte. Maar door de richtingverandering ging hij net naast de paal. Dat zomaar ongelukkig een achterstand kunnen zijn. Hier een afstandsschot wat Edwin Huybers na het wegwerken van Zari tot uitbal verwerkt. Blauw-geel moest ver terug. Het was vaak alleen Alexander Mols die diep voorin bleef. Afwisselend met Joey Helster. En hier weer een voorzet en een vrije kopkans. Niet hard genoeg. En wederom is het Brahim Zari die de Veghelaren van een achterstand afhoudt. Gino Bos speelt in. Hier is het Desley Schilders die eigenlijk de tegenstander nauwelijks raakt. Maar wel een vrije trap krijgt Vitesse van scheidsrechter Pol. Die vrije trap wordt door de muur geschoten. Maar Brahim Zari kan hem glemvast pakken. Ja, het was eigenlijk eenrichtingsverkeer. Blauw-geel stond vrij aardig. En moest natuurlijk af en toe wel kansen weggeven. Hier een voorzet. En die had er dus echt in gekunnen. Maar gelukkig voor blauw-geel ook die kans werd niet benut. Desley Schilders kan die bal oppikken. Gaat naar Sjaak Egmond. En die begint aan een rush richting de achterlijn. Draait om, geeft hem af aan Huybers. Edwin Huybers kapt via Sjaak Egmond naar Alexander Mols. Die legt hem terug op de inkomende Serkan Ordu. En die haalt verwoestend uit in de 68ste minuut via de binnenkant van de paal. En tegen de verhouding in misschien wel. Komt blauw-geel dan op een 2-1 voorsprong. Het neemt opnieuw de leiding tegen Jong Vitesse. Dat als titelkandidaat wordt gezien. Van deze derde divisie. Dan zien we het nog eens de uithaal. En die past precies. De vingertoppen van de doelman zaten er zo te zien nog even aan. Maar onvoldoende. 2-1. Kan blauw-geel dit volhouden, die druk? Want Vitesse ontwikkelde daarna natuurlijk nog meer druk. Dit is eigenlijk vrijwel meteen na de aftrap. En het is Aniel Merkan die de diepte in wordt gestuurd. Desley Schilders kon er niet bij. Brahim Zari is op tijd uit de goal. En via de kluts gaat die bal gelukkig ook voor blauw-geel weer achter. Hier Alexander Mons via de achterlijn. Hij had hem misschien beter terug kunnen leggen op de inkopende Sjaak Egmond. Hij gaat voor eigen succes. En die bal gaat voorlangs bij de doelman van Vitesse. Jong Vitesse. Hier kan blauw-geel er amper uitkomen. Het is Mark Dobbelsteen die oppikt. Op Sjaak. Sander Egmond. Ja, de twee Egmonds nu bij blauw-geel. Dat is even wennen. En hier Danny Verbakel ingevallen inmiddels. De doelman die weerhoudt de Veghelaar van een doelpunt. Ten koste van een corner. Die corner die gaat vervolgens voor langs bij Vitesse. En daar komt Jong Vitesse dan weer. Het is Lassana Fai die aan een rush begint. Slalomt door de blauw-geel defensie. Geeft hem goed af op de nummer 10 van Jong Vitesse. En Brahim Zari was op zijn post.
Corner. Brahim Zari kopt weg en aanvallende fout, zegt scheidsrechter Pol. Daar komen ze weer, de Arnhemmers. Bal gaat naar de andere flank. Voorzet. Huibers zit er onderdoor. Voorzet komt via Brahim Zari op de lat. En het is Bo van Essen die alerter is als Martijn van Loon en Mark Westerlaken. En de 90e minuut stond inmiddels op het scorebord. Zuur dat hij valt. Maar gezien het spelbeeld wel terecht voor Jong Vitesse. Een 2-1 overwinning voor Blauw-Geel zou wat te veel van het goede geweest zijn. Maar we zouden graag die 3 punten bij hebben geschreven. Nu wordt het eigenlijk 1 punt via deze kluts en een beetje ongeluk wat erbij zit. Maar desalniettemin toch wel eigenlijk verdient de gelijkmaker voor Jong Vitesse. Dat veel kansen kreeg. Nou, Geel kreeg ook enkele goede kansen. Maar onvoldoende om de winst over de streep te trekken. Het eerste thuisduel in deze derde divisie eindigt voor Blauw-Geel in een 2-2 gelijkspel. En eens kijken wat trainer Niels van Kasteren daar nog over te vertellen had. Ja, Niels van Kasteren. Vandaag eerste thuiswedstrijd, tweede duel in de competitie. Hoe denk je over het vertoonde spel van Blauw-Geel? Ik denk dat we vandaag heel goed zijn begonnen. En met name de eerste 20 minuten vond ik dat wij gelijkwaardig waren en met vlagen bovenliggend waren ten opzichte van Vitesse. En daarom maakten we ook de 1-0. Ja, na 20 minuten zag je dat zij wel echt in een hoog ritme kwamen te spelen en werden we naar achteren gedrukt. En was het in de fase dus met name het tegenhouden, omdat we met name als we de bal veroverden waren we eigenlijk meteen weer kwijt. En in die fase maakt jou ook de verdiende gelijkmaker. En dat hebben wij niet meer kunnen keren tot de rust. Dus 1-1 met de rust was denk ik een terechte tussenstand. Nou, na rust had ik gehoopt dat we wat beter zouden doen. Met name weer als we de bal hadden. Maar op het moment dat we de bal hadden waren we te snel kwijt. En konden we niet echt onder de druk uitspelen van Vitesse. En waardoor we eigenlijk ook de tweede helft toch wat verder op onze eigen helft verder gedrukt dan we eigenlijk hadden gewild. We wilden eigenlijk toch wat meer op hun helft komen te spelen. Maar goed, wat we wel goed deden was de onderlinge afstanden bewaken. Waardoor Vitesse eigenlijk niet echt kansen kregen. En ik vond met name dat zij in de eindfase te laag tempo speelden en verkeerde keuzes maakten. Dus we kwamen er eigenlijk met verlagen goed uit. En ik vond ook dat we daar in de 2-1 goed binnenschoten. Dat was een goede aanval en we hielden de bal goed vast. We konden goed bijsluiten en we speelden Serk aan de rand 16 goed vrij en schoten hem binnen. Nou, en daarna kregen zij een dot van de kans, denk ik, op 2-2. Kreeg Danny nog een kans op de 3-1. En wat resteerde was denk ik een Vitesse wat veel op onze helft was. En heel veel rond de 16 van ons speelde. En wij werden eigenlijk toch wel beperkt tot verdedigen. En dat deed op zich goed. Ja, tot het moment in de blessuretijd zien we er even niet goed uit. Komt er een voorzet en gaan we onder de bal door. Waardoor zij uiteindelijk de 2-2 kunnen binnenschieten. En de manier waarop die valt is dan zeer teleurstellend. En daarin heb ik het gevoel dat je 2 punten weggeeft. Maar goed, als je op basis van de hele wedstrijd kijkt. En alles meeneemt wat er in deze wedstrijd is gebeurd. Dan denk ik dat 2-2 een prima stand is waar we mee moeten kunnen leven. Dus je moet je niet blind laten staren op één moment, want dat is natuurlijk niet reëel. Dus een punt op baan van deze wedstrijd is voor ons vandaag het maximale. Dan volgen hier de uitslagen in de derde divisie B, de zondagse divisie. HBS uit Den Haag tegen JVC Kuik 2-0. Hercules uit Utrecht tegen Dongen 2-0. Het Oldenzaalse Kwik 20 verliest van Kwik uit Den Haag met 1-3. De Meren OJC Rosmalen 0-5. Een prima overwinning dus voor OJC. Bikwik 1887 uit Haren bij Groningen wint met 1-0 van het Oostzaanse OFC. HSC 21 Jong de Graafschap 1-1. Blauw-Geel 38 Jong Vitesse heeft u kunnen zien. Dat werd 2-2. EVV uit Echt verloor met 0-2 van ADO 20 uit Heemskerk. En UNA uit Veldhoven was met 3-1 te sterk voor het Naaldwijkse Westlandia.
de stand in de derde divisie B. Verrassend misschien wel koploper Kwik uit Den Haag. Vorig jaar in de na-competitie gepromoveerd nadat het tweede was geëindigd achter Blauw-Geel. Het heeft 6 punten uit 2 wedstrijden. Dan een viertal clubs met 4 punten uit 2. OJC Rosmalen, Jong Vitesse, UNA en ADO 20. Hercules, HBS, JVC, Kuik en OFC maken het linker rijtje compleet. Blauw-Geel 38 vinden we terug op de 14e plaats. Het heeft 1 punt uit 2 duels. En onder Blauw-Geel staat nog Kwik 20, EVV, HSC en De Meren heeft nog 0 punten uit 2 duels. Blauw-Geel gaat volgende week voor een uitwedstrijd naar EVV uit Echt. Dit was Skyline Sport voor deze week. Volgende week zijn wij terug met een wedstrijd van UDI-19 en wel UDI-19 CSU tegen VC Vlissingen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Skyline Sport.